Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en vandaag heb ik toch weer wat leuks voor jullie in petto. Ik ga vandaag escortepelo's. Ben je bij de escortepelo's? Zo leuk. Dan moet ik namelijk een wagen, ik ga het zo meteen allemaal in je uitleggen. In ieder geval kunnen we 1500 likes halen, want het is Fortnite, dus ik weet niet hoeveel likes jullie, hoe leuk jullie het vinden. Maar in ieder geval veel plezier met kijken, abonneer allemaal eventjes. En let's go! Escortepelo. Yeah! Oké, kijk eens, ik mag dus nu een wapen kiezen. En ik neem de drumgun. En nu mag ik, zeg maar, nu moeten we een payload, dat is een soort wagentje. Die moeten we escorten, oftewel, die moeten we ergens heen brengen. Maar de andere mensen, die willen hem juist weer tegenhouden. Dus hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we dat nou doen, kijk eens. Ik ben zo benieuwd, dan gaan we het zien. Oké, we spelen in deze map ronde 1 van de 4. Steamy Stacks. Oké. Dit is dus de payload en die moeten wij gaan escorten. Ik begin met de Midas drumgun en de pistol. Die pistol gaan we dus bijna nooit gebruiken. Oké. Dus deze gaan we escorten. Hij moet helemaal vervoerd worden. Maar dat gaat vet veel werk zijn natuurlijk om dit helemaal te vervoeren. Oké, dus daar gaan we. En we worden al gelijk beschoten van alle kanten. Maar zolang we er een beetje achter blijven, kunnen we niet geraakt worden. Zo'n goed team hebben we met z'n allen. Ik ben zo trots op ons team. Dit wapen is zo goed, zeg. Echt niet normaal. Oh, daar komt iemand, daar komt iemand. Daar is iemand. Oh, die is dood. Oké. Oh, daar iemand. Oh, ik word ook beschoten. Oh, oh, oh. Wow, dit wapen schiet alle kanten op. Hoe wil ik iemand raken hiermee? Nou, zo dus. Hoppakee. Oh, hoppakee. Oh, oh, ik had bijna weer de kill. Oh. Oké, dit is leuk. Dit is erg leuk, kijk eens. Oh, dit is erg leuk om te doen. Zo moeilijk. Oh, contestant. Oftewel, er zit iemand in de cirkel die niet in ons team hoort. Hey, jij. En jij bent nu neer. Dus nu kunnen we weer verder. Oké, als er iemand in de cirkel zit die niet in ons team hoort, dan gaan we door. Oftewel, ik bedoel, dan staat hij vast. Dan kan hij niet verder. Dus hij moet altijd, diegene moet altijd uit ons cirkel blijven. Iemand van de tegenstander als hij hier in komt bedoel ik. Kijk, we blijven hier gewoon in. Jij mag niet naar boven bouwen. Dat is niet toegestaan. Altijd in de binnenbocht blijven. Altijd in de binnenbocht blijven. Dat is mijn grote tactiek van Henkie. Nou, jij mag ook niet bouwen. Dat gaan we ook niet aan doen. Daar gaan we niks mee aan doen. Jij mag... Nee! Ik dacht ik was bijna bij de finish. Ja, maar kijk, we gaan alsnog winnen. Let op. Let op. En... Bam! We hebben gewoon deze gewonnen. We gaan snel door naar het volgende potje. Want nu... Nu moeten wij beschermen. We moeten beschermen. We moeten nu zorgen dat hij niet daarin gaat. Stop de payload. Als het goed is, mogen we nu zelf wapens gaan kiezen. Ja, kijk, mogen we weer kiezen. Ik denk dat ik een sniper neem. Dus die pistol is dual wielded, de rarity is increased. Oké. Oké, die nemen we. We nemen een sniper en een drumgun. Dan kunnen we nu ook een beetje pow, 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 pow doen. Oké, de volgende ronde is in Sweetie Sense. Maar nu moeten wij hem, zeg maar, tegenhouden. Dat is best wel wat moeilijk is dat, hoor. Dus ik ga hierop staan, dan doe ik zo'n 360. Dan gaan we staan, dan richten we de sniper. Dan kijken we en dan zien we daar iemand. Dus bam! Oh! Oh, dat had ik bijna. Bam! Ja! Ah, daar heb ik je! Ah, ik heb niet te pakken knul. Ah, en nu de volgende. Nu gelijk de volgende. Jij? Bam! Oh, ik had bijna de banaan. De banaan is moeilijk, hoor. Oké. Nee, ga neer, 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 ga neer. Oké, dat is moeilijk van deze afstand. Moet ik even rekening mee houden. Bam! Neer! Oké, goed zo. Richten, richten, richten en kijken. En bam! Oh, dat was bijna. Wat moeilijk! Een moeilijk punt om te beschermen. Je moet in de cirkel staan, dan houden we hem tegen. Ja, goed zo. Of als er niemand van hun in staat. Bam! Oké, goed zo. Deze moet ook even gereload worden. Even reloaden. Kijk eens, even reloaden. Even rust pakken. Rust pakken en daarna verder. Oké, daar gaan we. Hij daar. Bam! Neer. Jij bent neer. Ten einde. Je gratis versie van het leven is voorbij. Jij? Bam! Oké, maakt niet uit. We hebben de drumgun ook. Oké. Ga neer, ga neer, ga neer, ga neer! Ja, goed zo. Volgende. Oké, moeilijk. Het is erg moeilijk, kijk eens. Het is erg moeilijk. Kom op, kom op. Ja, ja, ja. Nee, hij schiet niet goed van afstand, dit wapen, zeg. Dat is erg moeilijk. Als we nou weer gewoon iemand zoeken die we kunnen sniperen daarentegen. Jij bijvoorbeeld. Nee, jij is al dood. Hij bijvoorbeeld, hij gaat naar links. Bam! Oh, ik had een tikkie later moeten doen. Hé, tikkie later. Bam! Ah, die is ook al neer. Ze maken het nu wel erg moeilijk, hoor. Mijn eigen teammates. Bam! Die is neer, goed zo. Kijk, en dan die daar. Bam! Oh, dat was ook bijna. Oh, die is hier iemand, kijk. Bam! Oh, bijna. Dan gaan we met de normale gun. Oké, nee. Het sniperen, het gaat me bijna goed af.
En we houden hem wel erg goed tegen, dat ding. We houden hem wel erg goed tegen. Dat ding, let op. En bam! Hoppakee, die is neer. Die is neergeschoten. Volgende target acquired. Waar is de target? Waar is de volgende target dan? Hé, daar. Bam! Ook neer. Tot ziens. Oh, wat voor... Wie is de volgende? Wie is de volgende? En waar staat hij? Hé? Rustig. Oh, jij daar. Bam! Oh, kijk, ik zag hem op de berg. Ik zag hem op de berg. Let op, let op. En... Bam! Doei! Die is neer. Oké, je volgende is hier getarget. Oké, nee, niks. Lijkt of ik één bot heb, hè? Bam! Ah, shit. Zo dan. Ah, oké. Ah, iemand anders had hem al. Moeilijk hoor, maar we hebben wel een aantal kills. Dat is wel goed. Dat is oprecht wel heel goed. Hij daar. Bam! Ah, 1 minute. Oké, dan gaan ze nu pushen. Dan gaan ze sowieso pushen nu. En daar houden wij niet van. Kom op, kom op, kom op. Oké, daar staat iemand daar. Die moet ik wel hebben. Reloaden, richten. Bam! Oké, ik dacht dat ik iemand hoorde, maar dat was dus een teammate. Volgens mij als ik een kill heb, dan hoef ik niet te reloaden of zo. Zo'n gevoel krijg ik. Als ik iemand raak. Payload contested. We kunnen jou uit de lucht schieten, maar ik wacht wel tot je geland bent. Want dan ben je een makkelijke target. Bam! Oh nee! Ga dan. Ga dan op de payload. Doe maar. Doe maar. Hier. Hé, dat was een fout van jou. Jij dan? Hé, dat is ook een fout van jou. Het is ook een fout van jou dit. Hier, dat is ook een fout. Jij dan? Was het ook een fout? Ah, oh, bijna. Hij heeft bijna dezelfde fout gemaakt. Snel reloaden. Oh, hoeft niet. Oké, wie gaan we pakken? Wie gaan we pakken? Kom dan. Kom maar. Ga er maar op staan. Ah. Ik ben gelijk dood gegaan. Ah. Overtime. Oh, dat betekent dat er iemand op staat. En dan moeten ze er snel af. Nog 2 seconden. 1. En we hebben deze gewonnen. Nu hoeven we hem nog maar 1 keer te winnen. Ja. Dan hebben wij gewonnen. Dat betekent dat we heel goed zijn. Wisten jullie dat al? Nou, een shotgun beter kan. En die een drum kunnen snipen. En een shotgun. Wat een goede combo. Oké, kijkers. Ik moet wel iets zeggen, ik heb deze payload gemonteerd. En hij is ietsje sterker, maar hij is niet sneller. Dat is helaas zo. Alleen, hij is wel sterker. Kijk. Oh, bijna. Maar dat betekent dus dat we mijn eigen gemonteerde payload gaan we gewoon versturen. Oh. Hij gaat granaten gooien. Oh nee. Of stinky bombs zijn heel eng. Oh jee. Oké, maar dan kunnen we wel andere pakken naast dat. Er moeten wel meerdere mensen zijn. Hij bijvoorbeeld. Bam! Ah. Kijk eens, we gaan gewoon nu close range spelen, dit potje. Dit potje betekent dat we heel dichtbij gaan zijn. Heel dichtbij de enemies. Met mijn eigen gemonteerde payload. Kom dan, kom. En val maar naar beneden. Ah, waarom ben je nou weer dood? Nou, dit is ook niet zoveel aan. Payload contested. Hé, hier is iemand. Nou, doei. Dat is ook je eigen fout. Dat is ook zijn eigen fout. Daar heb je weer iemand. No scope. Ah. Hier. Ga maar. Kom maar hoor. Ik welkom je wel. Door de lucht. Daar gaan we. Oké. Snel door. Hey. Huh? Oh. Iemand anders had hem al. Oh, waarom pakte niemand hem al? Dat duurde allemaal zo lang voordat er iets gebeurde. Oké, we hebben de payload weer. Daar gaan we. Oh god, dit is mijn fout. Ja, daar gaan we, daar gingen we. Dat was mijn fout, kijkers. Ze hebben hem gecontest. We moeten wel mijn eigen gemonteerde payload moeten we versturen. Snel, we hebben de sniper. We gaan weer de oude tactiek doen. Ergens zitten, richten, omhoog en bam. Oh, kom op. Ja, daar ging je. Dat was je fout. Dat was je eigen fout, stinkendoris. Oké, snel. Richten. Kijken, bam. Ah. Nee. Kom op. Ah, die is al neer. Jij dan? Wat is het moeilijk met dit wapen van afstand, hè? Heel moeilijk. Iemand is daar. Bam! Ah. Oh, je had hem wel gesnijpt. Wat ben je goed. Je bent echt een goede jongen. Oké, snel. En... Bam! Ah, die was zo close. Payload contested. Jij dan? Hé, hey, waarom bouw je nou voor mijn neus? Bam! Ah. Wow. Jij ging, je had geen kans, hè? Het is net alsof je geen kans had. Wow. Oh. We hebben al gewonnen. Oké, ik wilde hem nog killen. Ik denk dat wordt nog spannend. We hebben gewoon gewonnen, kijkers. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het namelijk erg jottem leuk.
Abonneer even allemaal op mijn kanaal en like de video. 1500 likes. En dan zie ik jullie later weer terug in de volgende video. Doei. Yeah.